Het jaar 2018 is haast voorbij en de brandweer heeft heel hard gewerkt. Dit zei Rajan Jakari, brandweercommandant bij het Korps Brandweer Suriname. Om haar erkentelijkheid tot uiting te brengen, heeft het KBS aan een 20-tal brandweerlieden een oorkonde overhandigd voor bijzondere inzet onder extreme omstandigheden. Eveneens hebben 5 duikers een oorkonde ontvangen voor exceptioneel verrichte werkzaamheden. Om de kwaliteit van de dienstverlening en veiligheid van het personeel op peil te houden en te verbeteren, blijven de jaarlijkse afschrijvingen en vervangingsinvesteringen noodzakelijk, zegt de brandweercommandant. De incidentmeldingen van de brandweer in het haast afgelopen jaar zijn door Jakari uiteengezet. Zoals de statistieken aangeven, zijn er van januari tot en met november 2018 ongeveer 8800 incidentmeldingen binnengekomen, waarvan 170 gebouwbrandmeldingen, en dan praat ik daarbij over 147 woningbrand en 23 overige gebouwbranden. En dit toont ongeveer hetzelfde beeld als in de jaren 2015 en 2016. Wat ons extra zorg baart, zijn de meldingen ongeveer 2800 voor gras, vuilnisbranden en overige branden. Het is ons opgevallen dat het dit jaar in vergelijking met het vorige jaar is toegenomen. Dit kost de organisatie heel veel aan manuren, slijtage aan materiaal en materieel, etc. Volgens Stuart Getrouw, minister van Justitie en Politie, is het haast afgelopen jaar een heel uitdagende geweest. De bewindsman zegt dat hij sinds zijn aantreden in april 2018 is geconfronteerd met een grote achterstand in zaken materiële voorzieningen van de brandweer. We hebben deze aanvang gemaakt met de renovatie van de kazernes, het aanschaffen van matrassen, airco's, autobanden voor de blusvoertuigen, de ongedierte bestrijding binnen de kazernes en ook een aanvang in de aanschaf van PSU. Het is niet ongemerkt aan ons voorbij gegaan. Maar vanwege het beperkte budget kunnen we niet alles in één keer oplossen. Beste brandweerlieden, ik vraag nogmaals wat geduld te betrachten. We zullen in 2019 dit traject onverstoord verder voortzetten. U zult het met me eens zijn dat de middelen waar u moet werken erg duur zijn in aanschaf. Desalniettemin, om uw taak succesvol te blijven vervullen, zult u als brandweerorganisatie voorzien moeten worden voor alle nodige brandweermiddelen. Uw eigen veiligheid staat bovenop. Tot zover Stuart Getrouw, minister van Justitie en Politie. Hij sprak vanmorgen tijdens de jaarafsluiting van het Korps Brandweer Suriname. De brandweer heeft haar erkentelijkheid bewezen door een 20-tal brandweerlieden en een 5-tal duikers te onderscheiden met een oorkonde voor bijzondere inzet onder extreme omstandigheden en exceptioneel verrichte werkzaamheden.